Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmoor en vandaag een video die al een tijdje terug voor het laatst is gemaakt. Mijn hoofd oktober 2018, toen ik een video online zette met al mijn mods en plugins en dus ook voertuigen die jullie achter mij al zien staan. Dat deed ik in principe 2 jaar achter elkaar. Ik had een update in 2018 gegeven en ik vroeg jullie laatst of jullie dit nog een keer wilden zien op mijn YouTube kanaal. En daar kreeg ik eigenlijk wel heel veel reacties op. Dus bij deze heb ik dat, of ga ik dat nu weer maken. Ik zal kort beginnen met even uitleg geven. Vandaag met Michael, niet met Wim. Waarom? Omdat ik al deze voertuigen achter me heb gesaved. En ik kon me nog heel goed herinneren van de vorige keer, ook al is dat 2 jaar terug. Dat toen ik van character wisselde, dus van van Michael naar Wim, zeg maar, tot al mijn saved vehicles weg waren, dus al mijn opgeslagen voertuigen waren weg en ze verdwenen echt één voor stuk achter mij, één voor één achter mij. Dus voor nu met Michael, vergeef mij. We beginnen zo meteen met de scripts en de plugins die ik gebruik, alles wat mijn mijn GTA maakt hoe het is. Onder andere. En daarna ga ik naar de hulpdienstenvoertuigen van politie, of sorry, van ambulance, brandweer, reddingsbrigade, noem maar op. Ja, dan ga ik door naar de politievoertuigen, Camar en zo, maar die moet ik nog inspannen. Maar dat komt van straks allemaal. Ik neem jullie gewoon mee. Mocht er nou iets zijn, dat zei ik al voor en al even, waarvan je zegt, maar je gebruikt dit altijd en dat heb je niet benoemd, dat kan. Ik heb zoveel mogelijk proberen op te schrijven, maar het kan dat ik iets ben vergeten. Benoem het gewoon even in de comments en daar reageer ik op. We gaan beginnen met de scripts die ik gebruik. En dat is onder andere Selective Fire. En wat is dat nou? Ja, hoe pak ik een wapen? Even kijken. Laten we eens zeggen, we pakken de SMG. Removed, oké. Maar we gaan eens uit. Wat dat eigenlijk doet is, je kunt met een automatisch vuurwapen, dus bijvoorbeeld die SMG, die schiet dus, ja, als je gewoon klikt dan blijft hij schieten. Kun je instellen of je daar 1 schot per keer wilt lossen, of je gewoon full automatic wil, dus volledig alle kogels in 1 keer eruit, zeg maar. Of burst, en dat is 3 schoten, dus schot, 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 stop, schot, 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 stop en noem maar op. Nou, dat is selective fire, dat is vooral handig als ik met de DSI opneem, of de Camar. Met zware vuurwapens, omdat ze hun officieel niet full automatic hun kogels mogen afschieten. Ik heb ze allemaal opgeschreven hoor, want dat is een heleboel. Daarbij heb ik nog de IMS mod, die is ook te downloaden op GTA 5 mods. Trouwens, in de reactie of in de beschrijving zal ik zoveel mogelijk linkjes van alle plugins etc. erin zetten en voertuigen van die nog te downloaden zijn. IMS mod is leuk om te gebruiken mocht je met de ambulance willen opnemen. Handige mod, wel wat moeilijker te installeren. Ik weet zelfs dat ik daar soms dagen mee bezig ben geweest. En je moet er geluk mee hebben als je het doet. De Firefighter mod, die heb ik ook een keer geïnstalleerd. Die werkt op dit moment niet. Maar hij zou als het goed is wel werken moeten zijn. En dan kun je uiteraard, hij zegt dat Firefighter, dat is met de brandweer opnemen. Daarbij heb ik ook nog de LAC Vehicles Controls V, oftewel 5. En wat dat eigenlijk doet is door de combinatie control en de numpad cijfers, dus 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, kun je je deuren openmaken. En dat zal ik met de crafter even laten zien. Ik stap in, ik druk op de, wat was dat, wat is dit in beeld, ik heb geen idee. Druk op de control, ik druk op de, wacht, we gaan achteruit nu natuurlijk, dat is niet de bedoeling. Druk op de control op de 6, op de 4, op de 8, op de 2, op de 5, oh ja, die had ik al. Nou wacht, 6, 4, 3, 1. Nou, dan open je dus alle deuren. Dus control ook ingedrukt, druk weer op de 1, op de 3, op de 4, op de 5, op de 7, op de 8 en de 8. En wat is dit ook alweer? Ja, en dan is het altijd welke deur was. Ja, zo. Dus ik vind dat super handig en je hoeft dat dan niet met je script met de trainer te doen. Dan hebben we nog plugins en dat is kopholster onder andere. Die werkt geloof ik niet echt. Hij zou dan officieel, hè, met LSPD VAR werkt hij samen, zijn vuurwapen daadwerkelijk uit het holster moeten pakken. Je ziet hem dus zijn hand op het holster zetten, het vuurwapen eruit trekken en hij verdwijnt dan ook echt uit het holster, het vuurwapen.
Dat is waarschijnlijk wel in combinatie met EUP, daar kom ik dadelijk op terug. En niet met andere zaken. Niet met gewoon LSPD van. Maar dat weet ik ook niet zeker. We hebben nog sticky wheels en dat zie je bij bepaalde voertuigen wel. Bijvoorbeeld deze. En deze. De wielen die staan gedraaid. En dat is hoe ik mijn wielen neerzet en dan uitstap. Zo blijven ze dan ook als het goed is staan. Het is heel handig als je officieel wilt spelen en een wegafzetting wilt doen. Want dat, hoe heet dat ook alweer? Dat is met name voor de wegafzetting en dan moet je je wielen in een bepaalde positie zetten. Ik weet even niet meer, je mag het in de comments zeggen als je het weet hoe dat precies heet, maar dat iets met management geloof ik. Nou, anyway, ook handig. Dat is een kazernealarm hoor. Ook handig als je het wilt gebruiken. En als je realistisch wilt spelen. Dan heb ik nog Keep Calm. Dat is een plugin die wordt gebruikt met LSPDFR. LSPDFR en dat soort dingen kom ik dadelijk op. En dat is eigenlijk als ik als agent begin te schieten, dan blijft iedereen om mij heen rustig. En je kunt zeggen dat is niet heel realistisch. Want als jij over straat zou lopen en er wordt geschoten, dan moet je de kloten op gaan. Dat klopt, is in dat opzicht niet. Maar ik heb het geïnstalleerd omdat ik zoiets had van, nou als ik hier nu dadelijk een BTGV sta uit te voeren en ik moet schieten. En het verkeer achter mij staat stil. Die beginnen ineens vol gas te geven. Die beginnen mij aan te rijden. Die rijden alles en iedereen aan die in hun weg staat. Omdat ze in paniek zijn. Daarom heb ik Keep Calm geïnstalleerd. Dat is een plugin die ik al jaren in mijn GTA 5 heb staan. En ik vind het een heel fijne toevoeging. Daarbij heb ik ook nog Open Interiors. En dat is dat je in principe elk huis wat bij missies wordt gebruikt. Of elk huis waar een interieur in zit. Daar kun je ook in. Tijdens je singleplayer. En dan komen we bij het menuutje wat ik net liet zien en dat openen we met F3 en dat is het Simple Native Trainer, de Simple Native Trainer. Ook iets wat ik ideaal vind voor de mensen die GTA 4 hebben gespeeld, die zijn waarschijnlijk van de GTA 4 tijd al gewend. Je hebt die opties, je kunt je God Mode instellen, je kunt de Gravity instellen, dus de zwaartekracht. Of je sterren krijgt zeg maar, als je zegt van ik wil 100% of 5 sterren, dan klik je deze. Dit... zichtbaar, onzichtbaar, het werkt alleen niet. Wat heb je nog? Super rennen, super snel zwemmen. Ja, dit tot dit verdwijnt en weer weggaat als je zo'n mooier beeld wilt creëren. Je kunt jezelf geld geven, je kunt eigenlijk alles mee doen. Alles wat je kunt bedenken, dat kun je hier doen. Vehicle options heb je, nou dan kun je voertuigen opstaan, safe vehicles. Je kunt vehicle god mode aanzetten, je kunt voertuig versnellen hier zo. Wat kun je nog? Ja, auto-alarm, motor uitzetten, noem maar op. Dit menu kon bestuur je met je numpad. Bodyguard pad, ja, je kunt dus je bodyguards krijgen als je dat wilt. Je kunt hiermee voertuigen inspannen, dat doe ik dus altijd. Naar emergency, ook. En dan hebben we hier ambulance, FBI, FBI, fire truck, noem maar op. Hier staan alle voertuigen die ik gebruik. Nou, helikopters, noem maar op. Mission Help heb ik zelf nog nooit geopend, ik weet eigenlijk niet. Ik geloof als je een missie hebt die je niet zou kunnen halen, kun je daar geloof ik gewoon die missie voltooien. Model spawning, je kunt hier elk model spawnen die je wilt. In dit geval bovenaan zie je ook staan Michael, Franklin en Trevor. Nou, die kun je zo zijn als je zou willen. Wij zijn nu Michael. Object spawning, waar ik ook niet vaak teleporteren. Je kunt bijvoorbeeld, wat een rust ineens met al die motorgeluiden. Wat een rust. Je kunt zeggen ik wil hierheen. Nou, dat gaan we nu niet doen. Teleport en dan staat hier teleport waypoint en je bent er. Tijd kun je helemaal instellen, wapens, elk wapen wat je wilt. Je kunt alle wapens pakken, je kunt alle wapens verwijderen. Je kunt je attachments van de wapens aanpassen, ideaal. En weather, zoals jullie net zagen, begon te regenen, wil ik niet, zet ik hem gewoon lekker op extra sunny, ideaal. Ook een plugin of iets, ja, script plugin wat je zeker nodig hebt. Daarbij, voor de mensen die mijn video's al wat langer volgen, weten zij dat ik Manual Transmission Mod gebruik. En dat is dat ik mijn Logitech G29, die ik op dit moment voor mij heb staan, kan gebruiken als stuur. En dus echt met de voertuigen voor mij, of achter mij beter gezegd, kan rijden met het stuurtje. Heel leuk toevoegen. Ik zou wel zeggen, wen eraan, want het was echt heel moeilijk in het begin. Heb ik ook nog Force a Callout, dat is ook een plugin die een beetje los staat van LSPDFR, niet helemaal. Maar ik wil onderscheid maken tussen de plugins en de scripts die ik gebruik en LSPDFR met alle meldingen. Dus Force Callout is niet in dat opzicht niet helemaal gekoppeld eraan.
Wat ik daarmee kan doen is als ik bijvoorbeeld een melding wil inspannen. Ik zeg van vandaag wil ik ergens een melding van een aanrijding met letsel. Nou, die kan ik zoeken tussen force callout en als alles goed gaat, spant u die melding dus met LSPD wel in. Nou, nog wat overige dingen. Ik heb German Road Textures. Dat laat eigenlijk de weg uitzien als Duitse wegen. Maar de Duitse wegen zijn redelijk te vergelijken met de Nederlandse wegen. Dus daarom dat ik daarvoor heb gekozen. Is best simpel te installeren. De Nederlandse verkeerslichten en verkeersborden, je ziet hem daar al staan. Voor de rest heb ik hier niet de voorbeelden. Maar die zijn gemaakt door Wander, die kun je misschien ook bij hem krijgen, maar misschien ook niet. En anders kun je ze downloaden op GTA 5 mods van iemand anders die ze ook heeft nagemaakt. MVGA, oftewel Make Visuals Great Again. En ja, dat laat alles mooier uitzien. De lucht daar, je game laat het gewoon mooier uitzien. Dat noemen we een INB. En INB staat voor geen idee eigenlijk. Dan hebben we nog de Visual Settings, dat is een bestandje wat je... Rij me niet aan, hè, vriend. Wat je installeert zodat de blauwe lichten veel feller worden dan dat ze oorspronkelijk van GTA uit zijn. Nou, dat valt denk ik wel op. Ik krijg heel veel comments met hoe maak jij nou je GTA of je zwaailichten zo fel. Nou, heel simpel, zoek op Google GTA 5 Brighter Police Lights of LSPD of Brighter Police Lights en je vindt genoeg visual settings. Dat heet het geloof ik. Visual settings. Dat staat ook bij hoe je moet installeren. En tot slot nog een mod die is gemaakt in samenwerking met een aantal redelijk bekende Nederlandse YouTube, of ja, redelijk bekend. Ze doen geloof ik allemaal niet meer echt iets eraan aan YouTube, maar ik volg ze ook niet eerlijk gezegd. Die hebben zeg maar de spraak van de meldingen soms vertaald naar het Nederlands. Dus dan en ze hebben daar ook Pro 24/7 video's bij gebruikt. Die mod die heet dan ook Pro 24/7 audio geloof ik. En dan hoor je wel eens tijdens LSPDVR tot wordt opgeroepen 1201 RT1201 en radio's voor lief prio 1 of OC geef recht of dames en heren denk aan de eigen veiligheid. Dat soort dingen, leuke toevoeging, zeker downloaden. Automatisch te installeren via OpenIV. En dan komen we inderdaad bij OpenIV. Dat is een bestand wat niet in GTA staat, maar daarvoor moet je eigenlijk wel daarin moet je al je voertuigen installeren. German Road Textures, Nederlands verkeerslicht, noem maar op. Daar heb je OpenIV voor nodig. Nogmaals, of niet nogmaals, even duidelijkheid, het is geen video hoe installeer ik het. Ik laat nu alleen zien wat ik allemaal heb. Heb je er helemaal geen interesse in? Ja, ik ga heel veel praten vandaag. En als je zoiets hebt van verschrikkelijk, nou dan zou ik zeggen, sluit de video af. Dan heb ik dat soort dingen denk ik allemaal wel benoemd en dan gaan we even naar de voertuigen. En dan hebben we heel veel ambulances. En voor de mensen die denken, ja dat klopt, hoe kan dat? Want ik heb, normaal heb je maar één ambulance. En dat heb ik met een plugin, met een soort mod folder gedaan en dat was van Albo. En nu kom ik daar dus achter dat ik dat soort dingen nog wel eens over het hoofd heb gezien. Dus dat had een vraag kunnen zijn, maar hoe doe je dat dan? Maar nu kwam ik er zelf achter. Ik zoek het even snel op. Dat is geloof ik iets met Albo Edit Vehicles. Ja, dat is Modding DLC Pack. En daarin kun je dus instellen, en dat is ook een heel gedoe, maar er staan wat tutorials van online. Dat je dus niet de normale ambulance, daar komen we op het einde bij. Maar ook gewoon ambulance 2, ambulance 3, ambulance 4, noem maar op. Dus we gaan gewoon van links naar rechts even. Dit is ambulance 8, dat is een crafter, gemaakt door Wander. Te koop bij hem, mooi ding. Dit is ambulance 4, ik heb hem op dit roepnummer in principe van het einde, dus de 134 ambulance 4 genoemd. Maar je kunt ze noemen hoe je wilt. Gemaakt door Anomods en te koop op de Discord van ERS Modding. We hebben deze Outlander, Rapid Responder. De maten kloppen soms niet helemaal, de ding is echt enorm groot vergeleken met een sprinter en het echt is denk ik wat kleiner. Maar goed, dat is nog wel moeilijk met GTA. Die heb ik ambulance 384 genoemd, want kijk wat daarop staat, 384. Ook een heel mooi ding. Dan ambulance. Ja, ik weet niet waarom, maar ik heb deze ambulance 3 genoemd. Maar hij is eigenlijk 138. Een notaris te downloaden op GTA 5 mods als het goed is. Heel basic, maar wel leuk. Mijn eigen ambulance die ik in samenwerking heb gemaakt met onder andere Anomods en Heumods. De 132. Voornamelijk met Anomods moet ik er wel bij zeggen, met Anno. En ja, ik ben er heel blij mee. Mooi resultaat.
een 2011 Sprinter, gewoon nog te downloaden op mijn GTA 5 mods account. Komen we bij Police Old 1, en dat is dus een normaal GTA 5, GTA voertuig, of 2, ik geloof 1, nee, wacht. Ja, 1. Police Old 1. Je kunt hem ook Police Old 2 noemen. Maar waar het op neerkomt, waarom heb ik hier de Rapid Responder op gezet? Dat is omdat deze twee, Police Ranger en Police Road Cruiser, dat zijn twee voertuigen. Dus Police Old 1 en Police Old 2. Die rijden niet zomaar rond in de stad. Dat zijn eigenlijk voertuigen die op dat eiland, die heel daarachter ligt met de sneeuw waar je de eerste missie hebt, daar rijden die rond. Dus ideaal om te gebruiken voor voertuigen zoals een Rapid Responder of als een extra politievoertuig. Daar staat deze Rapid Responder Volvo XC40 op, gemaakt door ERS Modding. Te downloaden op GTA 5 mods. Voordat ik vergeet, ELS, Emergency Lightning System. Daarmee bedien je de zwaarlichten. En dan komen we bij de ambulance, dus de gewone ambulance. En dat is deze Mission Ambulance, gemaakt door Wander. Persoonlijk voor mij is, denk ik, als het goed is, om niet te koop of te downloaden. Mocht hij dat wel zijn, dan heeft Wander wat met mij te bespreken. Want dat was niet de as. Gaan we naar de fire truck. En dat is deze. En die is ook gemaakt door ERS Modding. Ook te krijgen op zijn Discord. Gewoon een gave TS. Attego is het, geloof ik. Maar ik weet het niet precies. Gemaakt, nogmaals had ik al gezegd, door ERS Modding. Ik probeer zoveel mogelijk regio 24 te houden. Dat is mijn eigen regio zoals je zag. Alles is regio 24. En dit is regio 21. Moet ik gewoon eens aanpassen. Maar nou goed. Voor nu staat hij er zo in. Mooi ding. En deze gebruik ik helemaal nooit. Maar ik heb hem er toevallig, dat ik er vandaag zag, dat ik erin stond. Dat is de lifeguard. En die heet, geloof ik, lifeguard in OpenIV. En dan zou je denken, je vergeet iets. Nee, zeker niet. De lifeliner. En die is te krijgen. Of die heb ik staan op de naam Frogger. En dat is een normale politiehelikopter. En hoe kreeg ik die ook alweer? Of hoe krijg je die ook weer? Dat is een hele goede. Dat is, geloof ik, een helikopter van een Duitse modsmaker. En ja, ik weet niet meer waar je hem kunt krijgen. Ik weet niet meer hoe die heet. En die skin is, geloof ik, gemaakt door Rowan Waslijn. En die is misschien nog wel te downloaden of te vinden op GTA 5 mods. Het is echt een hele moeilijke skin om te downloaden. Of om te maken, sorry. Dus hij zal niet helemaal kloppen, maar hij... Als je weet hoe die skin in elkaar zit, kun je zeggen dat het heel netjes is gedaan. Ja, dus dat waren in ieder geval deze voertuigen. Je merkt, deze voertuigen en eigenlijk alle scripts en plugins die ik gebruik. Je merkt dat ik daar dus al een heel tijdje mee bezig ben geweest met dit te vertellen. We gaan snel naar de politievoertuigen, inclusief de mod LSPDFR. Ik ga deze verwijderen, of in ieder geval hier weghalen. En dan ga ik door naar daarachter, of hier, het kan ook hier. Daar stel ik even, of daar plaats ik even al mijn politievoertuigen, et cetera. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen. Zo, daar ben ik weer. En ik kijk even naar de achtergrond, maar mijn game heeft het er zwaar mee, zoals jullie zien. En dat snap ik ook wel, want hier zijn alle politie- en Camar voertuigen. En nu zullen denken, Camar, ja, daar kom ik zo wel bij. Om te beginnen, meteen gewoon, laten we eerst beginnen met LSPDFR. Dat is wel het makkelijkste. LSPDFR, Los Santos Police Department First Response. First Responder, First Responder. In ieder geval de mod natuurlijk waar mijn YouTube kanaal voornamelijk om draait. En dat is gewoon Los Santos, deze stad, Police Department, politieafdeling. Eigenlijk gewoon de mod om politieagent te zijn. Dat is dus LSPDFR. LSPDFR. En daar ben ik nu ook bij ingemeld. Dat zou dus betekenen als ik tot ik meldingen kan ontvangen. Nu moet ik even terugkomen op het begin van de video. Daar zei ik force a callout. Dat is om meldingen te kiezen. Dat zit een beetje anders. Dat is wat je nu nog in beeld ziet. Of ik beschikbaar ben, ja of nee. Dat doe ik met de Z. En als ik nu op de X druk, dan krijg ik een melding. Voorheen was dat al bij LSPDFR 0.3 was het, geloof ik. Maar dat is eruit gehaald bij 0.4. En daardoor hebben ze dus een scriptje force a callout gemaakt. Dat is dus dat. Om nou... een melding te kiezen, heb je Callout Manager nodig. En die open ik even voor jullie. En hier kun je dus ook heel makkelijk zien, of voor jullie vooral, wat ik nou allemaal in mijn GTA heb qua melding callouts. Dat is uiteraard LSPDR First Response. Ja, First Responses. LSPD First Response moet ik zeggen. Nou, dan heb je twee meldingen, Pursuit en Hold Up. Hold Up is een soort winkeloverval. Dan agency callouts.
allemaal deze meldingen. Stel, ik klik hier nou op, burn victim. Nou, dan krijg je dus een melding. Er is iemand die brandwonden heeft. Nou, dit is een ambu-melding, zie ik trouwens. Nou, search party. Nou, dan krijg je dus een melding van een feestje. Nou, daar moet ik heen en daar gaat het een en ander gebeuren. Airport call-outs heb ik, dat is echt vooral op het vliegveld. Nou, emergency landing, dronken piloot, persoon naakt in een metrostation, persoon met een vuurwapen, een vliegtuigspotter die er vandoor gaat, een vliegtuigspotter die er niet vandoor gaat, een privévliegtuig gestolen en een wild dier wat op de baan op het vliegveldterrein loopt. Nou, dus is echt kamar gerelateerd allemaal. Assorted callouts, ik ga ze niet allemaal langs hoor. Chill, of ja, niet allemaal openen bedoel ik. Chill callouts, common callouts, Peter U callouts, security plus. Ik geloof dat dat wat leuke meldingen zijn waarvan ik dacht, oh die zijn leuk, ooit eens erin gezet, maar niet echt gebruikt. Super callouts versie 1.2 en super callouts versie 2.7. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom ik er twee van heb. SWAT callouts, ideaal voor met de DAISY. Traffic Policer, ja dat is ook een plugin die je moet hebben. Samen met, even kijken, Traffic Policer, LSPD VAP Plus, Police Computer, wat nog, het ligt op het puntje van mijn tong. Traffic Police, Arrest Manager, ja. En Police Smart Radio, dat is dit ding. Die heb je echt wel nodig. En Traffic Policer zorgt ervoor dat je, ik zal even dit openen. Dat deze witte stipjes hier bijvoorbeeld zijn. Dit is nou niet letterlijk een enemy. Maar dit is een auto. En als je auto dadelijk langskomt, daar is iets mee. Nu ziet hem, ja daar is hij. Ja, nu gaat alles verdwijnen, vergeef mij daarvoor. Of vergeef mijn game daarvoor. Hier is iets mee en daar kun je nu eens naar kijken. Daar kan van alles mee zijn. Als je daar het kenteken van controleert, komt er naar voren dat hij geen verzekering heeft. Hij kan slingeren over de weg, oftewel dronken zijn. Hij kan duidelijk een telefoon in zijn handen hebben. Dus dat is onder andere Traffic Policer. Even kijken. Dan hebben we nog United Callouts. Variety Callouts, weet ik jongen, hoe het allemaal heet. Wilderness Callouts. En dat was het. Dus dat heb ik voornamelijk qua meldingen. En die wisselen heel erg af. Helaas zie je wel dat je bijvoorbeeld van de ene plugin veel meer meldingen krijgt dan van de andere. Maar het is ook heel afhankelijk van het gebied. Wilderness Callouts, nou ga maar na, die gaat niet veel in de stad zijn. Die gaat in het buitengebied zijn. Airport Callouts, uiteraard. Echt ingesteld dat de meldingen alleen rondom het vliegveld zijn. Dus ook al rij jij in Sandy Shores, dan krijg je van Airport Callouts de melding op het vliegveld. Genoeg daarover. Wat hebben we nog? EUP menu. Ja, de uniformen. Ja, dat is Dutch EUP menu. Die is gewoon te downloaden, alleen ik heb wel wat aanpassingen gedaan. Die GoPro bijvoorbeeld, die koppel, die taser, beenholster. Die heb ik allemaal gekregen via via en uiteindelijk dus in mijn game gezet. Houden ze in dat die er niet standaard bij zitten. Maar ik vind het een heel netjes EUP wat is gemaakt. Sommige kleuren heb ik wat donkerder gemaakt, wat lichter misschien. Maar zeker een perfect EUP waar heel veel in zit. Want als je gaat kijken, dit zit er allemaal in, hè? Motorkamer, bla bla. Ik heb er al een heleboel uitgehaald, maar het zijn allemaal standaard dingen. Tot aan hier denk ik, vanaf burger, dat heb ik zelf nog toegevoegd. Deze, kut! Oké, het kan zijn dat alle voertuigen daar verdwijnen, maar daar heb ik echt geen zin. Oké, hij laat het sowieso niet. Character kun je aanmaken, je kunt er meerdere maken. Ik heb in dit geval alleen Wum, buurman Wum. En hoe zorg je er nou voor dat jouw collega's deze uniformen hebben? Dat is met... ja, dat is een hele goede. Waar is dat ook alweer mee? Kortsluiting in mijn hoofd. Ultimate Backup, dat is hem. En dan moet je het een en ander voor qua bestandjes aanpassen. Maar die heb ik helaas niet voor jullie. Die kun je misschien bij Dutchman via Discord krijgen. Maar daar heb ik ook geen linkje van hem. Maar er zal ook vast wel iets zijn dat je collega's de juiste uniform hebben. Want als je instelt tot Ultimate Backup jouw collega's dezelfde uniform als jou geeft. Of als jij geeft, dan gaan ze krijgen een ambulancejas met een brandweerbroek. En een parachute op hun rug. Dat soort dingen. Dus dat hoort niet helemaal. Daarbij heb ik ook nog gestopte pet. Die staat hier geloof ik ook niet bij. En dat is handig, want als je dan dubbel op, of bij iemand staat, dubbel op E klikt. En dan stopt die als het goed is voor je. En dan druk je op de E en dan krijg je allemaal dingen. En dan kun je hem fouilleren. Dan kun je hem, dus je stopt echt iemand langs je kant.
Ik zal nog het een en ander vergeten, maar qua plugins en scripts voor LSPDVAR, daarom tot ik al zei, stuur een berichtje of een comment en van hey, je hebt dit en dit en dit, heb je niet benoemd, waar is dat van? Dan zorg ik dat jullie daar achter gaan komen. Maar met de voertuigen beginnen. En we beginnen met de FBI en dat is deze Mercedes A-klasse. Een markt, want FBI is eigenlijk altijd een markt. De twee FBI vehicles gebruik ik als een markt voertuigen. En ik denk dat iedereen al bijna wel doet. Het hoeft niet, hè, het hoeft niet. Je kunt op FBI ook een ambulance zetten. Dat kan allemaal. Moet je wel je handelingen zo aanpassen. Gemaakte Heumots krijgen op een website. Link in de beschrijving. Deze Audi Q7, SQ7 misschien zelfs. Gemaakt door ERS mod. Modding geloof ik. Onder andere Shiran, Rowan en Enno. ERS eigenlijk dus, maar dan een andere volgorde. En ik vind hem super vet. Deze uitvoering. Touran 2016. Gemaakt door, hoe heet het ook weer? Waarom ben ik zo slecht met namen de laatste tijd? Ja, bekendste mod. Ja, MVM. Toch? Ministerie van Mods, ja dat was hem. En niemand te krijgen, helaas. In verband met een probleem wat ik al vaker heb uitgelegd. Wat in de Nederlandse community rondgaat. Dus deze is van internet gehaald. Deze Vito, en het bijzondere aan deze Vito is dat hij draaipitjes heeft. En er is maar één Vito geloof ik in Nederland die heeft. Door misschien wel een fout of weet ik veel waarom. Die rennen in Delft rond. En ik dacht ik zet die er even in. Deze is ook gemaakt door Heumots en ook te krijgen op hun website. En ik vind dat interieur toch wel even het kijken waard. Moet je kijken, dat is gewoon prachtig mooi. Machtig mooi. En ja, dikke shout-out naar Heumots natuurlijk. Een echte kloppende Vito. Vito van Owen Mods, die heb ik ook heel lang erin gehad en ik vind het zeker de moeite waard om hem toch even te benoemen. Ja, door de deur kun je heen lopen en nu weer niet. Oké, heel raar. Dan deze Volkswagen Passat, die is gemaakt door... Marco van... Daar een gestolen voertuig, ook traffic police is dat. Ik ben... MH Modding, hoe je het ook kan noemen. Is al een ouder model. Je ziet ook dat de kleuren van de striping een beetje afwijken met de andere kleuren. Maar dan nog eens uit. En dit is eigenlijk een teamverkeerwagen. Die is door de... Of de teamverkeer heeft natuurlijk de Volvo V70. Die zet ik ook wel eens heel vaak op deze plek neer. Toen kregen ze de Audi A6. Die zet ik ook heel vaak op deze plek neer. En in de tussentijd hebben bepaalde regio's de Passat even gebruikt. Nu moet ik trouwens wel even verder gaan, want het is FBI, FBI 2, Police 1, Police 2, Police 3. We komen bij deze T5 hondengeleider, Police 4, en die is ook gemaakt door Heumots, ook te krijgen op hun website. Alles van Heumots is te krijgen op hun website. En deze is ook echt super dik, en hier zit ook, ja je ziet hem nu niet goed, ja daar, een schild en zo, want dat hebben hondengeleiders. Super vet, is een T5'je. Dan gaan we naar de Police B, oftewel de Police Bike. Gemaakt, de Yamaha of zoiets. Yamaha, weet ik het, hoe je de klemtoon legt. Gemaakt door Emma Alsmeer. Emma modder. Krijgen we deze T6. En ik denk dat die ook is gemaakt door Emma. Maar voordat ik iemand ga beledigen. Ja, niet beledigen. Voordat ik verkeerd zeg. Voordat ik iemand niet credits geef. Sorry, maar ik denk dat die van Emma is. Ik weet het eigenlijk niet. Er zijn heel veel T6 uitgekomen. Dan hebben we deze Police T. Police Transporter. En daarvan weet ik eigenlijk ook niet door wie die is gemaakt. Dus daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Voordat ik verkeerde kruid schreef. We hebben deze dikke Camar B-klasse. Daar rijden er ook een paar van in Nederland. En hoe heb ik die gekregen? Nou eigenlijk illegaal. Sorry mensen van wie die is. Was grappig van, ik kwam deze op een site tegen. En heel eerlijk heb ik die toen gewoon gedownload. Ook al wist ik dat die niet legaal op die site was gekomen. En toen heb ik zeg maar... meerdere mensen gevraagd van wie deze hebben gemaakt en iedereen zegt ja die is van mij, dus dat vond ik wel grappig. Dus ik weet niet wie echt, ze zeiden allemaal ja die heb ik gemaakt inderdaad, hoe komt hij daar, en vier verschillende modders of zo, drie, dus ja dat vond ik wel grappig. Dit is Police Ranger aka Pranger en we zijn weer vergeten Police B, Police Old 1. Ik zei bij die Raptor Responder Police Old 1 of Police Old 2, maar dit is Police Old 1. En Rapid Responder of XC40 is Police All 2. Police T, Police Transporter, het is een transportbus. Police Ranger, oftewel Pranger. P-R-A-N-G-E-R.
Dit is Riot, een hele vette ME bus gemaakt door Heumots precies. Dan hebben we deze B-klasse. En ik denk ook dat die door ministerie van Mods is gemaakt. Maar ik moet zeggen, ERS modding en Heumots hebben die ook. Dus ik weet eigenlijk niet van wie ik hem ditmaal in mijn game heb staan. Anyway, onder andere bij ERS modding te krijgen, maar ook bij Heumots. En het ministerie van Mods had hem ooit eens online gezet. Niet helemaal af, maar wel vet. En dan komen we bij de Bikerbus T6. Ook dit is een nieuw voertuig van de politie. Te zien aan de striping. En wat je daarbij hebt is een Audi Sirene. Maar hier achterin kun je dus fietsen plaatsen. Deze is gemaakt door Daniel van MCH modding, geloof ik. En die is vast ook wel bij aan te krijgen. Mijn game gaat er steeds slechter uitzien. Maar dit zijn dus al mijn politievoertuigen. Dan heb ik nog dingen die ik nu niet ga neerzetten. Maar wel wat voertuigen die ik ooit eens heb toegevoegd. Onder andere de bus. Ik denk niet dat ik zo snel ga vinden. Services misschien. Bus. Connection bus. Niks mis mee. Dan sla je me dood van wie die is. De taxi. Dat is een Mercedes, geloof ik. Ook helemaal niks mis mee. Ja, en dan nog wat standaard voertuigen. Een Audi RS7, een Audi noem maar op. Allemaal burgervoertuigen. Maar niet te veel, want mijn ervaring is als je heel veel realistische voertuigen neerzet in je game, dan heb je snelle kans op dit wat op de achtergrond nu gebeurt. Dan is er eentje. De Pol Maverick, oftewel de Polmav. P-O-L-M-A-V. De politieheli. En nee, je ziet hem niet in de lucht. Tot mijn ervaring is dat dat ding nogal mijn game vaak laat crashen. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga dat ding eens voor jullie inspannen. Dan kunnen jullie wel zien hoe die uitziet. En die staat dus op de Pol Maverick. Het kan zomaar zijn dat mijn game per direct crasht. Hij heeft er helemaal geen zin meer. Oh, hij heeft er wel zin in. Nou, dat is deze. Ik vertrouw mijn hele game niet meer op dit moment. Anyway, dat was hem. Jullie zagen hem heel kort. Ben ik nog iets vergeten waarom ik nu echt zeg van wauw, dat had ik moeten benoemen. Hij is dronken. Ook dat, zie je. Je ziet hem duidelijk dronken zijn. Dat is gewoon een dingetje. Ik denk van Wilderness Callouts. Maar die, als je dit dus ziet, je ziet op je minimap. Ik zal de minimap even snel erbij pakken. Je ziet een groen stipje langs lopen. Denk je, over de stad. En kijk je, hey, openbare dronkenschap. Dat kun je gewoon verpakken. En ik zal dat even gebruik maken van Stop the Pet. Gedacht zou ik al. Double E. En druk ik op de E. Kijk, dan kan ik hem identiteit vragen. Dan kan ik met de Police Smart Radio naar Petcheck. Kijk dit naar voren. Er zijn nog plugins en scripts en zo die nu veel meer informatie van iemand geven. Hè. Leuke informatie. Ik heb het alleen nooit geïnstalleerd. Ja, goed. Ja, dan kun je van alles doen. Je kunt hem een blaastest afnemen. Ik kom waarschijnlijk voor dat hij te veel heeft gebruikt. Te veel heeft gedronken. Nou, dus niet. Dan kun je wel zeggen van we gaan even een drugstest afnemen. Thanks. Nou, allemaal negatief en dan ga je natuurlijk wel vragen wat is hier verder aan de hand. En dan kun je meerdere dingen doen. Hij loopt echt alsof hij iets gebruikt heeft. Drugstest komt negatief naar voren, alcoholtest negatief. Misschien is hij wel gewoon onwel. Dan kun je hier van alles vragen. Een Uber, een taxi, een ambulance. Om hem hier in ieder geval veilig weg te krijgen. Voor nu laten we hem gaan. Je kunt dus je mag uw weg vervolgen. Ja, dat was eigenlijk deze redelijk lange video, denk ik. Nogmaals, ik heb natuurlijk ook wapens, hè, trouwens. Ik zal even in LS4 heb ik mijn pistol, de Walther P99. Als het goed is zie je hem wel. Ja, ik heb natuurlijk het beenholster, maar je ziet hem wel echt, zie je, uit zijn normale holster pakken. Ik heb een wapenstok. En ik heb nog wat DSI-wapens, de Glock 17, de, ja, de MP5, noem maar op, dat soort wapens. Ja, van nu nogmaals denk ik echt dat ik alles heb benoemd. Ben ik iets vergeten, laat het weten in de comments. Jullie bedankt voor het kijken en hopelijk vonden jullie het weer leerzaam. Of in ieder geval, hebben jullie er wat aan. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Joejoe!